Oké, helemaal en welkom bij Need for Speed World. Een spel met races. Oké, we waren bezig met het feit dat we een auto mochten kopen, mochten kiezen en het irritante was dat met Windows 7 rond te zeuren van productcode. Goed, wij nemen een Mazda Speed 3. Hij is rood, zoals jullie zien. Linksom erin allemaal gegevens zien. Acceleration, handling, top speed. Allemaal is awesome. Wij gaan gewoon deze auto, kost ons al onze coins, we gaan er gewoon voor. Your car has been purchased, nou, weet ik het. And add it to your safe house. Oké, dus heb ik nog een safe house. Oké, enter the world. Wij gaan lekker de hele wereld laden. We hebben meeting places. We rijden hier in een hele stad waarschijnlijk. Ik heb nog niet zoveel gezien en dank je. Welke gegevens hier? Oké. Space hebben we. Oh, dit is echt al direct uit het gebed. Ik sta op dit moment, sta ik 7e. Oh. Dit is echt vet. Ik herken alweer een beetje het racegevoel van Need for Speed Most Wanted. De serie die jullie ook al redelijk goed kennen. Met iemand even tegen de zijkant geprobeerd aan te douwen. Dat is ook af, hartstikke vet. Dit is echt zo vet. Ik herken het oude racegevoel alweer. Hopla. We gaan nu bijna naar de tweede plaats. Dat is echt geweldig. Goed. Want we gaan launchage. Als ik het goed uitspreek, of de taal goed selecteren. Hier, alsjeblieft. We zijn de tweede. We hebben pas 35% van de hele track gehad. Toi. Gaan we niet rechtstreeks voor me? Dit blijft echt geweldig. Als je een beetje het racegevoel van de Need for Speed Most Wanted kent, wat ik ook echt ken, dan begrijp je echt wat ik bedoel. En we staan de eerste! Nice! Onze eerste race en we staan maar net 60% van de eerste. Nou, dat blijven we gewoon volhouden. 70%, ja, dit gaat wel lukken. Yep, ik ben gewoon een ware racer. Een ware Need for Speed racer, ja. Ik heb Need for Speed Carbon zelf hier ook nog ergens liggen, ik weet niet precies waar. Dat spel gaat me wel iets moeilijker af, moet ik wel alvast zeggen, maar op zich blijft leuk. In Need for Speed Most Wanted ook, dus dan moet deze sowieso ook wel goed gaan. Oh, dat zijn de dingen die je om werken gooien. Die heb je ook in Carbon. Blijft geweldig. En we zijn gefinished als eerste! Oeh, ik ga even een paar leg spike. Oh yeah, next! Reputation en cash! Oh, je hebt booster voor nodig, oké. Lucky troll. Hey! Dutchman! Klootzak die je bent. Nitros, keer 3, nice! Explore the world. Een open event. Nou, gaan we dat even doen. Ik hoop nog wat er even leuk wordt. Ready? 3, 2, 1, go! Hey, ja, blijf met je poot om af, Al Sparrow. Oké. Zevende van de 8. Dit blijft echt wel geweldig. Dus ik heb echt wel een beetje weer het Need for Speed gevoel. Hier, we staan al tweede. Als die blaft. Om een of andere reden. Wauw. Die pauw werd even omver gereden en kwam daarna weer een beetje normaal te staan. Dat zag er redelijk vaag uit.
Shit. Oh. Nou. Oké, je crasht natuurlijk. Volgens mij hebben we net een klein deel afgesneden. Ja, dat hebben we. Dan hebben we echt de normale route gevolgd en wij volgen gewoon een tussendoorroute. Dat is wel echt heel erg vet. Als je gewoon dat soort dingen hebt. Beetje goed uit. Beetje oppassen waar je rijdt. Want ja, elke fout is er één. Maar dit is gewoon ook wel geweldig hoor. Als iemand dat probeert daar nog voor de rest te rijden, dan heeft hij het helemaal mis. Het gedeelte op ver rijdt, ja, dat kan nog wel van de persoon die achter je rijdt. Als hij namelijk onder komt te zitten, net als een Need for Speed Carbon, dan... Ouch! Holy shit! Mouse kwam even een klein beetje omver te liggen, dat zag er echt vet uit. Ja, race 1. We hebben alweer onze tweede race gewonnen, weer eerste plaats. Want daar is namelijk de finish al en er zit niemand echt heel dicht op mij. Als de mensen hier boos om gaan worden, terwijl ik een paar keer de eerste kom te staan, dan word ik echt blij. Hier, yeah, kijk eens aan, we zijn de eerste. Tweede is net ook gefinished, derde. Wow, next. Oké, die amplifier hebben we dingen voor nodig. We gaan die. Een power-up, een shield. Oké. Okay. Wij gaan gewoon hier naartoe. Want die. Oh yes, we zitten alweer in een nieuwe race. Nice. Al direct iemand een klein beetje achter me gelaten. Hoppla. Daar zitten ze al vier een beetje op elkaar te healen. Holy shit. Holy shit. Kijk, nu zit je tenminste tegen een paar die ook wel een beetje weten wat ze moeten doen. Hopla. Oh. Tegenliggetje. Oh shit. Hopla, ze hebben een patatzaak potje ervan aan rijden. Kan altijd wel. Oh shit! En twee van die grote gisteren langs mee rijden, kijk. Oké, okay, ja, dit is toch wel een beetje. Oh, hier wil ik een dingetje om weg te rijden. Direct even verzorgen. Oh. Nee, Styles! Ik stond heel even derde en nu niet meer. Toi, dan sta ik zelfs vijfde. Mis! Cirkel, haha. Probeer me van de baan te rijden, maar het lukt je nooit. Ik hou van al die dingen omver te gooien. Nee. Vijfde, oh. Traffic magnet ahead. Terwijl dit een soort traffic mee kan gaan. En dat waren natuurlijk een paar van die shortcuts. Die hadden we kunnen nemen, maar dat hebben we dus niet gedaan. Oh shit. Hey! Vijfde. Nou, nice. Nou ja, toch wel iets. Oké, die. Weer niet zo erbij. Nou, nice. De World Dashboard. Ik wil... Oké. Oh, je hebt ook Treasure Hunt. Oké. Geweldig. Nou, wat gaan wij doen? Ik heb echt nog geen idee.
En dan flamboyant omver gooien. Nou, misschien wel een Japans stadje, een Japans gedeelte. Oké. Als we hier naar links gaan, dan komen we dan uit bij een race. Daar ga ik voor natuurlijk. Aan bij je soep. Wat? Ik hoor ineens Axel of zo. Oh, dat is ook een van de puntjes verschenen bij. Ja, weet ik veel wat. Kijk, ik ben wel even naar. Hepla, de eerste ronde was van achter. Nou, lekker. Ze gooien ook direct alle vier omver. Oh shit. Okay, hepla! Een stopbordje even omver gegooid. Hey, kunnen jullie wel? Godsamme zeg. Regelijk, dus we willen hier ook echt alles helemaal kapot hebben. Oh, juist, dit is tenminste weer een hele intense race. Dit vind ik wel leuk. Helaas niet zo dat ik de kans heb dat ik eerst sta, maar... Traffic magnet, traffic magnet. Sorry. Blaf. Holy shit! Ik heb een paar langs me heen. Dat alleen maar dankzij het andere dingetje. Dankzij een soort shortcuts. Je kan ook nog bewegen zelf kijken waar echt de shortcuts liggen. Nou, rechts is het geen shortcut. Nou, hier links ook niet, helaas. Je kan nog redelijk vaak op de map zien waar een shortcut ligt. Sommige zijn niet echt te betreden, sommige wel. Door sommige kan ik echt gewoon verder en door sommige niet. Redelijk logisch. We staan derde. Ik vind het nog redelijk van mezelf. Weer hetzelfde standbeeld. Oh, okay. Holy shit. Ah yes, ik sta tweede. Als ik nou nog die eerste kan herhalen. Nee, dat is waarschijnlijk niet meer mogelijk. Oh, nee! Kut. Derde. Tweede. Finish waarschijnlijk gewoon als tweede. Nee, als eerste! Eerste! Hey, leuk! Oh shit, het ging echt om mijn net. Durability, oh! Next. Skip. Oh yeah! Dan gaan we die kaart. Weer een nitro dingetje. Als je verwenst, Locke. Oké, wat hebben wij dan?